Goedemiddag, wij staan vandaag bij de Fokdag in Gerijp. Mijn naam is Dianne Posma, naast mij staat Hielkje Terpstra en Louise Hompen. Hielkje en ik zijn van het Jonk AFPS en we hebben vanochtend eindelijk weer een keer het schaduwsireren mogen organiseren. Ja, en Louise, wat vond je er eigenlijk van? Nou, het is altijd heel erg leuk om met leerlingen, zoals ik ze dan noem, op een Fokdag te zijn. Om echt in de praktijk te kijken. Tuurlijk heb je ook livestream en van alles, maar in de praktijk leer je toch het meest. Ze kwamen van heinde en ver, van Brabant, Limburg, Groningen en Friesland. Hele enthousiaste groep, zeer gemotiveerd. We dachten even bij het voorbespreken misschien dat ze na een uurtje of anderhalf uur wel klaar zijn. Maar we hebben nou, tot 12:30 eigenlijk met de hele groep heel gemotiveerd aan de slag geweest. Ja, en we willen u ook nogmaals bedanken dat u het zo graag en zo enthousiast heeft volgeleid eigenlijk. Nou, en Hielkje, wat is jouw mening over de dag van vandaag? Nou, wat natuurlijk heel leuk is dat we hier met allemaal jonge, enthousiaste mensen zijn van het Jonk AFPS. Je leert van elkaar, maar je leert elkaar ook kennen en daardoor maak je echt een nieuw netwerk eigenlijk, waardoor je samen naar dit soort activiteiten toe kan. Dus dat is alleen maar heel leuk, je leert er ontzettend veel van en het is ook nog eens gezellig. En we hebben natuurlijk als voorbeeld Louise, die ontzettend veel weet van het ras en waar we nog heel veel van kunnen leren, dus daar zijn we heel blij mee. En vind jij het nou ook leuk om dit soort activiteiten te blijven doen? Word dan ook lid van Jonk AFPS. Nou, dankjewel en hopelijk tot de volgende keer.